Hey, Bart Valkenier van MaakIetsMedia.nl en welkom bij de Word training. In deze video laat je tekst shinen en geef hem een kleur of twee of drie. Ja. Check de hele training op MaakIetsMedia.nl slash Word. Zwart is ook maar zo'n zwart een beetje saai. Je selecteert de tekst en dan krijg je hier dat op het minuutje. En hier, dames en heren, vind je tekstkleur. Dus dezelfde onder start. En hier is hetzelfde, hè? maar als ik het gewoon selecteer, dan is het veel dichterbij. Um, uh, ben ik uh, rood een beetje zat, dan kan ik dus ook elke andere kleur kiezen die je maar wil. En hierbij meer kleuren vind je dit kleurenpalet. En hierbij aangepast, werkelijk waar alle mogelijke kleuren die je maar zou willen kunnen en bedenken. Inclusief ook, ook die rood, groen en blauw waarden die je daar gewoon kan intypen of zelf Zelfs een hexadecimaal uh, code. Heb ik eerder laten zien, maar dat is zeg maar een soort van kleurencode. Ik zit even in pixelen en ik wil bijvoorbeeld dit kleurtje uit mijn logo precies hebben. Heb ik hier de waarde van rood, groen en blauw. Maar ik kan ook deze code selecteren. Ik heb nu dus deze code geselecteerd. De Ctrl-C van kopiëren. Ga ik eventjes terug naar Word. Zit ik weer in Word in het kleurenschermpje. Haal ik deze code eventjes weg. En dan doe ik nu Ctrl-V en doe ik oké. Okay. En heb ik hier precies die kleur te pakken, zoals die ook van het in het maak iets het logo zit. Nou, zo'n kleurenpipet zit niet standaard in Word. Wel in andere tools en programma's, zoals Powerpoint is volgens mij wel. Of Canva of Photoshop of Pixel whatever. Zorg ervoor dat je achter die hexadecimale code komt. En dan kan je dus precies die kleur gebruiken die je maar wil. Ah, als je het dan wat ingewikkeld vindt, dan pak je precies gewoon een kleurtje uh, uit. En dan kies je gewoon lekker zelf eentje. Maar op die manier kun je dus uh, tekst een kleur geven. Maar hey, dat kan nog fancier met kleur. Overgang, ik laat het je zien. Je selecteert de kleur en dan ga ik hier naar beneden en dan klik ik hier op kleurovergang. Tadaa! En, en dan kan ik hier variaties kiezen. Maar wil je echt volledige controle, dan klik je hieronder op meer kleurovergangen. Wat er dan gebeurt, is dan krijg ik hier aan deze kant van Word uh, heel veel instellingen en, uh, en zo. Nou, en wat vinden we daar bijvoorbeeld? ik kan hierop eh, kiezen voor opvulling met kleurovergang. Tadaa! En dan zie je hier type, richting en hoek. Nou, ongelooflijke instellingen. Het eh, zijn er te veel om zomaar in deze video allemaal bij langs te gaan. En heus waar, je komt er wel uit. Maar het belangrijkste hier is deze kleurenbalk. Hier kun je dus eigenlijk al kiezen hoe je die overgang wil. En als ik deze puntjes, ja, markers eigenlijk dicht bij elkaar zet, dan krijg je dus... Je ziet het ook, hè? En allemaal veel... Um, een smallere overgang zeg maar en verder uit elkaar dan wordt het meer geleidelijk. Je kan hier nog de doorzichtigheid aanpassen en de helderheid van die kleuren. Nou wil je een ander kleurtje, dan kan je dus zo markeren, dus selecteren en hier dus uh, die kleur uh, kiezen en dan bijvoorbeeld uh, paars van maken of zo. En dan heb je hier een hele vette kleurovergang gemaakt en uh, ja met eigenlijk heel uh, weinig moeite. En Sprekend over heel weinig moeite. Stel je voor, ik wil die andere ook deze opmaak geven. Nou, dan moet je dat dan allemaal weer gaan instellen en dan met deze instelling allemaal gaan klooien. Nee, dat kan veel makkelijker. Stel je voor, je selecteert deze tekst en dan ga je hier naar opmaak kopiëren en plakken. En dan klik ik erop en dan ga ik hier naar het volgende hoofdstuk en dan doe ik hier zo. Klik en dan heb je dezelfde tekst, maar hij heeft de opmaak die je net hebt gemaakt. Gekopieerd en geplakt op de volgende. Moet je kijken. Superhandig. Je klikt erop: op maar kopiëren en plakken. En hoppakee. Nou, fantastisch toch? Nou, hoe dan ook: in die manier kun jij dus tekst hele vette kleuren en zelfs kleurovergangen geven. Probeer het eens.